u met mij wilt aftellen van 3 naar 0 en dan gaat er wat gebeuren. Vermoed ik. 3, 2, 1, 0! Het ging een beetje stroef, de onthulling van de nieuwe serie strips aan het bouwhek op de Grote Markt. Na Sam Peters en Barbara Stok is Erik Wielaert alweer de derde striptekenaar die zijn tekeningen in de publieke ruimte mag etaleren. De strips zijn een initiatief van onder andere het Centrum voor Beeldende Kunst. En samen vormen ze het verhaal van de grote veranderingen in ons stadshart. We hebben iedere striptekenaar een thema meegegeven. En Erik Wielaert die heeft zich bezighouden met de geschiedenis. En wat je op deze platen ziet, is dat hij de aanleiding van archeologische vondsten, die hier ook echt zijn gedaan, de geschiedenis in beeld brengt. En dat, dat doet hij op een heel gedetailleerde manier. Dus er valt heel veel te zien in zijn striptekeningen. Hij is Pietje Precies. Zij heeft dat heel goed gedaan. Hij heeft ook alles gecheckt bij de stadsarcheoloog. Als het goed is moet het historisch ook allemaal kloppen. Ja, ik heb met de stadsarcheoloog overlegd om dingen historisch correct te krijgen. Dat is wel belangrijk, ook omdat het vrij realistisch getekend is. Dan moet je details, het moet wel kloppen natuurlijk. Hè? Je moet niet hebben dat mensen zeggen, ja maar hé, zo was het vroeger niet. Een strip over de geschiedenis van Groningen, dat moet je wel aanstaan. Ja, mooi. Prachtig. Helemaal goed. Ja. Klopt die? Ja, klopt, zeker. Ik mocht Erik helpen met de potlood schetsen toen hij die klaar had. Om te kijken of het spoorde met wat we ook gevonden hebben. Wat we denken en of het überhaupt in het verhaal van het verleden past. En dat zit gewoon goed. En je staat zelf ook op beschutting, ben je er blij mee? Dan ben je natuurlijk altijd hartstikke trots als dat gebeurt. Ja, dat is leuk. Ja. De locatie, zo midden in de stad, heeft mede de keus voor strips bepaald. Omdat dit ook heel toegankelijk is. En we vinden zo'n plek op de Grote Markt bedoeld zijn. Je gaat hier ook met snelle bewegingen doorheen. Dus het is ook wel goed als het gelijk in beeld springt. En dat het laagdrempelig is. En dat zijn de strips. Heeft Groningen zo'n goede stripcultuur? Ja, en dat was ook de reden dat we dit zijn gaan doen. Ik dacht, dus er was een optelsom van wij hebben straks een bouwschutting, hè, toen we ermee begonnen, die leeg is. Saai. En er gebeurt wel heel veel en we hebben echt een paar hele goede striptekenaars in Groningen. En toen dachten we, zullen we die bouwschutting het podium laten zijn voor die striptekenaars. Zodat het ook gezien wordt. Want wij hebben gehoord ook in het land dat het een heel bijzonder project is. Het gebeurt niet vaak dat er strips in de openbare ruimte worden gehangen. En dat is natuurlijk heel leuk dat op deze manier we eigenlijk een soort van beeldverhaal krijgen. Van het overgangsproces van een oude situatie hier in de Oostwand. Straks naar als het Forum er is en een hele nieuwe Oostwand hier staat. Het Groninger Forum staat straks op honderden palen in de bodem, bestaande uit tubexpalen en trekankers. De trekankers houden de onderste vloer op zijn plek, tegen de druk van het grondwater in. De tubexpalen zijn lange stalen buizen met een kern van gewapend beton. En zij dragen het gewicht van de parkeergarage en het Groninger Forum. Om dat enorme gewicht goed over de tubexpalen te kunnen verdelen, worden poeren gebouwd. Dit zijn grote blokken beton waarin een zware wapening zit. Die poeren staan allemaal waar de kolommen die naar boven gaan, die helemaal naar de nulvloer gaan en misschien ook zelfs daarboven, daar zit de poer onder. En onder de poeren zit, zoals je kan zien, zit weer de tubexpalen. Zodat je een goede fundatie hebt, helemaal weer 15 meter de grond in. De poeren worden op de plek gestort. Dat is makkelijk, want dan is er geen kraan nodig. De poer wordt gemaakt op het onderwaterbeton. En dan maken wij een stalen kist om de wapening heen. Die is zo sterk dat die het beton kan houden, van 70 centimeter hoog. En wat voor beton komt erin? Hier komt ook staalvezelbeton in, net zoals in onderwaterbeton. Die vervangt een
qua dikte wapening, hè, dat er minder wapening in hoeft. De eerste stap is het samenstellen van de wapening van de poer. En dat is een heel karwei. De constructeur van het Groningen Forum heeft precies berekend hoeveel wapening elke poer moet hebben. Daarbij is ook bepaald hoe dik het wapeningstaal is en hoe het gebogen is. Dit is allemaal aangegeven op kaarten. Elk staafje heeft een nummer gekregen. De buigstaakmaker heeft elk staafje een nummer gegeven. Hier zie je nummer 55 en dan in de buigstaat, moet ik even opzoeken. Kijk, die nummer 55 heeft deze vorm en die moet daar gevlochten worden. En zo heeft de buigstaakmaker eigenlijk de hele, nou ja, wapeningsnet al helemaal bedacht van dat staafje moet eerst en dan dat staafje. De bouwers lopen in het werk soms tegen het verschil tussen theorie en praktijk aan. Op tekening is dat heel makkelijk te zien en dat is een heel dun lijntje. En in de praktijk zie je dan die dunne lijntjes zijn eigenlijk hele dikke staven. Die nagenoeg tegen elkaar aan liggen. En dat is, ja, dat vaak in de praktijk moet je dat weer oplossen, hoe je dat verder gaat doen. Als de dikke staven strak tegen elkaar aan zitten, kunnen er geen staven tussendoor gestoken worden die in de vloerwapening moeten komen. En hoe los je dat dan op? Om een paar staven misschien wel tegen elkaar aan te leggen en dan weer een opening te creëren en dan weer een paar staven tegen elkaar aan te leggen, zodat je wel die vloerwapening er doorheen kan steken. Ook voor het betonstorten in de poer is een dicht netwerk van wapeningstaven lastig. Maar ook hiervoor vinden de bouwers een oplossing. In de bouwput kun je precies zien waar het zwaarste gewicht op rust. Ja, waar je grotere poeren ziet en meer staal, daar zit dus de druk van boven is extra, is meer. De grootste poer die zit eigenlijk aan de oostkant, waar ook de kraan, een kraan wordt opgesteld. En die ook dus van liftkern helemaal naar de plus 10 vloer gaat. Tussen de poeren wordt zand aangebracht. Over dat zand wordt een betonnen vloer gestort. De leidingen en buizen die in de vloer moeten lopen, worden nu ook neergelegd. Nu zie ik ook alweer mannen bezig met grote buizen. Wat zijn die aan het doen? Ja, dat is voor de luchttechniek. Voor de rookafvoer in de parkeergarage. En dan moeten we ook afzuiging hebben. En die komen in de vloer te zitten. En daaronder zat ook rode leiding. Dat waren dan de sprinklersleidingen die ook in de vloer zitten. Als het dus wel brand is, dat ze dus de sprinklers aangaan. Ook hier is de praktijk weer barstig. De rookafvoerbuizen komen tijdens het betonstorten omhoog. En ook hier weten de handige bouwers wel raad mee. Ondanks de hitte werd afgelopen week hard gewerkt in de bouwput door tientallen mensen. Qua vlechters hebben wij deze week bijna 20 man. En we hebben nu ongeveer 10 timmerlieden. Nou, en er zijn dan wat E- en W-mensen die de leidingen trekken. Dus al met kranen en alles zijn we hier denk ik man of
50 nu op de bouw. De kraan die vorige week het oude pand van Vindicat moest slopen, stond na een paar uur alweer stil. Bij het weghalen van de schoorsteen bleken daar asbestkanalen in te zitten. Dingen die verstopt zitten in de constructie, die komen eigenlijk pas naar voren op het moment dat je gaat slopen. En dat is in dit geval aan de hand. De slopers grepen de asbestvondst aan om het hele pand nog eens flink te doorzoeken. En dat resulteerde in nog meer asbestontdekkingen. Dit asbest is afgelopen week allemaal verwijderd.